Orlando heeft dagenlang veel plezier bij de verbannen hertogin en haar vrienden. Maar dan wil hij het betoverende bos verkennen en gaat op pad. Steeds dieper raakt hij erin. Opeens ziet hij een helder licht, een twinkeling. En Orlando wordt verliefd op Rosalinde. Hij vond haar leuk, maar nu wordt hij ziek van verlangen. Auw, wat doet liefde pijn? Hij moet onder een boom uitrusten. Toevallig komt Rosalinde langslopen. Zij is verkleed als de jongen die Ganymedes heet. Weet je nog? Orlando herkent haar niet. Hij vertelt Ganymedes over hoe hij zich voelt. Hij is verliefd op Rosalinde. Rosalinde merkt dat Orlando haar niet herkent. Ze besluit een spel te spelen. Ze zegt, als Ganymedes zegt, ik word je vriend en ik zal je genezen van je verliefdheid op Rosalinde. Ik ben een stoere jongen, maar ik zal me verkleden als Rosalinde en doen alsof ik haar ben. Jij gaat mij aanbidden. Ik zal me gedragen zoals meisjes doen. Als jij ervaart hoe vreselijk meisjes eigenlijk zijn, dan word je nooit meer verliefd. Dit vindt Orlando een goed plan. Ze beginnen meteen. Ganymedes wil dat Orlando rozen plukt. Als hij met een grote bos aan komt zetten, gooit Ganymedes ze op de grond. Wat een lelijke bloemen. Ik, Rosalinde, verdien iets veel mooiers. Het werkt niet. Orlando vindt Rosalinde nog steeds heel lief. Dan verzint Rosalinde nog iets. Ze zegt, als Ganymedes, ik wil dat je me kust. Orlando brengt zijn lippen bij die van Ganymedes. Steeds dichterbij, heel dichtbij. Ze zoenen bijna en dan zegt Ganymedes, bah, wat stink jij uit je mond? Ga je tanden poetsen, viespeuk. Zo gedragen echte meisjes zich. Zal Orlando op deze manier van zijn verliefdheid afkomen? Volgens mij wordt hij gillend gek.